ik weer. Veel te vroeg in de ochtend. Goedemorgen. Het is 8 uur. Misschien net 8:10. En ik heb het zuur. Ik haat vroeg opstaan. Het zuur is nog niet begonnen. Ik voel het aan mijn lichaam dat het niet chill is. Ik ben echt vet moe. Ik denk ook niet dat het werkt. Dat ik dan van die melatoninepillen inneem. Want als ik dat doe en ik sta vroeg op, dan is het eigenlijk nog niet helemaal uitgewerkt. Daardoor ben ik ook extra moe, zeg maar. Maar goed, ik ga eventjes wakker worden. En dan zie ik jullie zo meteen wel weer. Ik ben net helemaal klaar met alles en zo. Maar ik denk dat ik vandaag even skip om de deur verder uit te gaan. In ieder geval voor nu. Want ik werd echt vet misselijk wakker. En het wordt alleen maar erger. Mijn maag doet echt vet pijn. En ik weet niet waar het door komt. Ik heb wel een paar cashewnoten gegeten. Zodat ik in ieder geval een beetje wat in mijn maag heb. En ik denk dat ik zo nog gewoon zo'n naked bar eet of zo. Gewoon voor wat energie. Maar ik weet het niet zeker. Want toen ik het in mijn mond stopte, toen dacht ik al, ik ga echt over mijn nek zo meteen. Dus ja, ik weet niet. Ik voel me niet helemaal op mijn top. En ik weet nog niet precies of het komt doordat ik extreme honger heb. Of dat ik gewoon echt super misselijk ben. Weet je, het begint langzamerhand een beetje te voelen als honger. Maar ik wil niet het risico nemen om in de bus helemaal onwel te worden. Dus ik ga gewoon even rustig aandoen thuis. En dan ga ik morgen wel naar Tessa. Om ook even die tekenspullen te brengen, zeg maar. Maar voor nu ga ik heel eventjes nog liggen. Het gaat er wel iets beter ondertussen. Al ben ik wel echt nog heel erg moe. Ik denk dat dat ook een van de grootste redenen is waarom ik me niet helemaal lekker voel. Maar goed, ik ga nu in ieder geval wat proberen te eten. Ik heb echt zin in mijn pesto met mozzarella en tomaat. Dus dat is een goed teken. Misselijkheid is gelukkig wel wat gezakt. Ik heb nu gewoon vooral honger. En ik had wel een puddingbroodje gegeten. Want ik dacht, daar zit melk in en dat verzacht een beetje mijn maag. Dus ik denk dat het op zich wel heeft geholpen. Maar ja, ik ga dus even eten. Ik ga denk ik eventjes editen. Want ik heb alleen nog maar die van morgen geëdit. Wow, rimpels. Maar ja, ik moet dus wel eventjes vooruit werken. Want anders dan kom ik weer in de knoeien. Dus dat is de planning van vandaag verder. Ik wou dat ik lekker op het strand kon liggen in mijn bikini. Maar ik denk dat ik liever in mijn bed lig. En dit is het geworden. Oh, ik ga hier zo van genieten. Ik heb nu echt zoveel trek hierin. En ik ga Keeping Up with the Kardashians eindelijk verder kijken. Hallo. Ik lig even super uitgeteld op mijn bed. Ik ben echt zo moe. En het werd heel erg warm in mijn woonkamer. Dus ik lig met de ventilator aan. Dus sorry als je een beetje geruis hoort en zo. Maar het is echt te heet. Maar ik was aan een onderwerp aan het denken. Want ik dacht, weet je wat, dit zijn wel van die momenten waarop ik even kan ranten. Ik heb nu toch verder niks te doen. Dus ik lig gewoon een beetje na te denken. En ik had het er toevallig over met Esther laatst. Maar dat het gewoon irritant is om een vrouw te zijn. Dat je als vrouw gewoon heel snel emotioneel wordt, ook al wil je dat niet. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, niet per se geïrriteerd, maar je wordt gewoon snel emotioneel. Je kan gewoon te snel aan een vrouw zien dat ze geëmotioneerd is door iets. En dat is gewoon annoying. Ik bedoel, het is verder niet annoying en het moet eigenlijk gewoon kunnen. En dat feit is annoying. Dat het eigenlijk niet normaal is of zo. Dat het niet wordt geaccepteerd en dat andere mensen jou dan zien als zwak. En ze zeggen wel van niet. Zeggen, oh ja, nee, het is vet stoer, weet ik wat allemaal. Maar er is geen één persoon die bijvoorbeeld in een business, als die begint te janken voor de rest van iedereen, als die dan gaat huilen, dat iemand denkt, goh, jij bent echt stoer of zo. Lijkt me van niet. Tenzij je bij Dolf werkt of zo. Ik weet het niet. Maar dat is best wel frustrerend. Ik moest er gewoon random aan denken, hoor. Dit is eigenlijk best wel een hele korte rant. Ik weet ook niet eens of ik het erin ga laten, maar waarom? Mijn punten komen nooit over zoals ik erover wil brengen.
Maar ik vind het gewoon een vervelend feit dat je aan vrouwen altijd zo goed kan zien dat ze geëmotioneerd zijn door iets. En dat er gewoon. Ja, dat is gewoon annoying. Dat is het. Ik ben echt vet shiny, by the way. Ik heb die nieuwe foundation op. En ik heb het al de hele dag op, natuurlijk. Echt al vanaf 9 uur of zo. En het is warm, dus het is logisch dat ik een beetje shiny ben. Maar kijk dit. Kijk dit stukje bij mijn wenkbrauw. Wat? Shine! Het zag echt crazy uit. Maar ja, ik weet niet zozeer of het werkt als setting powder. Dus ik denk dat ik maar gewoon weer de poeder van NYX ga bestellen. Al vond ik die zelf ook niet echt prettig. Maar tot nu toe wel het prettigste. Ik vind het gewoon zo balen dat ik nu dan die van Catrice heb gekocht. En dat er dan toch weer talk in zit. Ik heb er gewoon overheen gelezen terwijl het eerste woord is op de achterkant. Dat heb ik altijd. Als ik me gepressured voel om een keus te maken, dan sta ik in de winkel. En dan denk ik van, oh nee, dit wil ik niet, want daar zit dus talk in dan, in dit geval. En dan leg ik het terug en dan ga ik 10.000 andere dingen bekijken. En dan denk ik, nee, nee. Dan denk ik, nou, dit was toch de beste optie. En dan vergeet ik helemaal het feit dat er talk in zat en dat ik het daarom niet wou. I hate it. Maar goed, ik ben denk ik wel weer klaar met ranten. Ik denk dat ik eventjes ga kijken op internet voor een goede setting powder. Misschien kan ik daar wel even onderzoek naar doen. Nu ik hier toch licht en niks en een beetje afkoelen. Ik wil eigenlijk eerst mijn ventilator meenemen naar mijn woonkamer. Maar ik had zoiets van, weet je, even liggen. Zie ik op zich bij zitten. Dat zie ik wel liggen. Ah, slecht grap. Ik weet het. Ik ga al. Ik ga al. Oh, wat verrassend. Ik eet nog een avond tortellini met kaas en zo. Want ik had een family pack. Dus 3 dagen avondeten. Dit is de shizzle. Ik ga trouwens Lilo even dit kijken. Weet je als wie ik me nu wel een beetje voel? Als Gwen Stefani in die clip Simple Kind of Life. En dat is echt een van mijn favoriete clips. Weet je dat ik echt super lang op zoek ben geweest naar dat nummer? Omdat ik alleen maar de clip wist en niet het nummer. En toen na een heleboel jaar, toen vond ik hem eindelijk. En was het echt my song gewoon. Het was echt soul food. Het is nog steeds een super mooi nummer. Maar het is niet meer zo accurate, want ik ben niet meer zo'n depressief wrak als toen. Maar goed, ik heb iets vet doms gedaan vandaag, by the way. Ik wou mijn choker pakken, die tattoo choker, want ik had zeg maar die velvet choker. Maar ik had ook die tattoo choker en ik had ze eerst allebei om, maar op een gegeven moment toen gingen ze de hele tijd op elkaar. En toen dacht ik, laat maar. Maar goed, dus dat maakt het feit extra dom wat ik zo ga vertellen. De choker, de tattoo choker, lag dus achter in mijn kast. Hij was zeg maar achter mijn normale juwelenboxje gevallen, zeg maar. Dus ik wou die pakken. En toen stootte ik tegen mijn elektrische tandenborstel aan. Yay! En ik heb net mijn tanden gepoetst. En het apparaat zelf maakt niet echt een raar geluid. Maar ik kwam een paar keer. Deed ik het zeg maar zo in mijn mond en dan hoorde je zo'n hele hoge piep. En het kan zijn dat die zo heel snel langs mijn tand ging. Of het kan gewoon zijn dat ik natuurlijk weer iets heb gesloopt. Want de laatste tijd heb ik daar nogal een handje vol van. Oh, snap. De puns, de puns. Nee, maar hetgeen wat sowieso kapot is, is dat borsteltje. Want die heb ik al eraf gehaald. Want zeg maar, je hebt dat roterende stuk. Nou, dat was gewoon én gebroken én eraf gebroken. Dus het was én in het midden gebroken, dus het is gespleten. Je kan dus door het borsteltje heen kijken. En het was er vanaf geknakt. Dus ik probeerde het net nog te fixen, zodat ik het in ieder geval kan gebruiken voor bijvoorbeeld schoenen schoonmaken of zo, weet je. Want ik bewaar altijd al mijn tandenborstels. Ik maak ze wel schoon, don't worry, maar ik gebruik ze niet meer in mijn mond. Maar ja. Hij is echt helemaal kapot. Ik krijg dat niet eens voor elkaar. Want toen flikkerde dat witte ding. Wat dus. Waar je dus dat elektrische stuk in stopt. Flikkerde er helemaal uit en zo. Dus ik dacht: weet je wat? Laat maar. Dus het is echt weer een lekkere sloopdag. Maar goed. Zo. Ik lig echt vet boetje bij. Maar dit ligt gewoon even goed. Dus don't mind my super sexy flexing arm. anyways. Wat heb ik te vertellen? Ik heb Lilo en Stitch gekeken.
En de film was vager dan ik me kon herinneren. Het was sowieso een leuke film, daar niet van. Maar het was wel heel erg problematisch of zo. Wel een zware kinderfilm. Als ik dat zo mag stellen. Maar verder was het alsnog grappig. En daarna heb ik op de computer gewerkt. Ik heb een vlog proberen af te maken, maar die heb ik nog niet helemaal af. Ik heb wel die van vrijdag opnieuw geëdit, want ik had een nummer gebruikt. En ik had gehoopt dat er geen copyright op zou staan. Maar ook al heb ik de pitch veranderd en weet ik wat allemaal, stond er nog steeds copyright op. Dus weet je wat? Fuck it! Dan maar niet. Dan heb ik het eruit gehaald en heb ik een ander nummer onder gezet. Dus hopelijk geeft hij niet hetzelfde probleem. Dus dat heb ik gedaan. Daar ben ik mee bezig geweest. Dat was het wel zo'n beetje. Ik heb wel veel gedaan, maar het klinkt niet als veel, maar het was wel veel. Maar goed, ik lig nu in mijn bed. Ik heb ook alweer mijn melatonine ingenomen. Dus ik ga gewoon lekker hangen. En dan ga ik een beetje moe worden. Morgen moet ik weer lekker vroeg op. Het is echt super lame dat ik dan vandaag vroeg ben opgestaan en dan besloten had niet te gaan. Omdat ik dus zo niet lekker was vanochtend. En nu moet ik morgen alsnog vroeg op. Morgen is echt een drukke dag. Maar goed, dat is alleen de eerste helft van de dag. Tot ongeveer 12, 1 uur of zo. En dan ben ik weer free. Dus waarschijnlijk zal ik in de ochtend niet heel erg veel. Wat zit mijn haar stom, zeg? Ik wou zeggen, dan zal ik niet veel vloggen. Maar dit haar leidt mij echt heel erg af. Dames en heren van de. Maar ik weet niet wat ze zeggen. Ik weet niet wat de koningin zegt, want ik kijk nooit op de troonrede of de. Prinsjesdag. ik ga hangen. Met mijn mooie haren. Ik wens jullie een hele fijne avond. Een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie heel graag morgen weer voor een nieuw avontuur. Slaap lekker.